Hallo schorpioenen en welkom in deze video waarin dat we nu voor jullie de Explore Dream Discover serie gaan doen. Daarin gaan we kijken van wat dat het is precies dat jullie de komende 3 maanden gaan ontdekken. Waar dat is dat jullie, en de Two Flames, waar dat is dat jullie je eigen dromen nog tegenhouden om te ontvangen. En wat dat is dat je nog meer gaat gaan ontdekken. Oeh, wat ga je meer ontdekken? De star, jouw ware afkomst. Waarom? Omdat dat dichter bent bij jouw eenheid en in het misschien willen jullie dat willen in de eenheid met een andere partner. Oké. Laten we zien. Wat zijn de. Oké. Die zit hier tussen mijn toetsenbord. Ace of Challenges. En eentje. Mijn neus jeukt. Wat is het dat jullie nog niet willen herkennen? Ik weet het. Weet jullie het? Hermits. Reflection. Higher Self. Oké. Schorpioen. Eigenlijk de laatste maanden, of misschien al de laatste jaren, krijg ik het gevoel dat je vanuit je eigen onzekerheden, vanuit wat je eigenlijk wel diep van binnen wilt en eigenlijk hoopt te ontvangen, ben je eigenlijk een beetje de Queen of Swords, is dat je? De Sage of Orbs. Waarbij dat je eigenlijk je tong, en dat is eigenlijk de schorpioenstaart, gebruikt om mensen van je weg te houden. Om niet die diepe connecties aan te gaan die wel op je pad komen. Want we krijgen in de Three of Flames. En je weet dat er ergens iets is, je voelt het, maar je kan er de vinger niet op leggen. En dus probeer je die eenheid in jezelf te bereiken. Maar eigenlijk ben je jezelf wat blaadjes aan het wijs maken. Je bent nog veel te lang aan het wachten en veel te veel naar buiten aan het kijken. Omdat je eigenlijk bang bent voor de diepste van je diepste emoties. Maar zie eens, het maakt niet uit hoeveel water dat je in een beker zit. Enerzijds word je ondersteund, hè? Ziet er die twee handen. En anderzijds, als je in die overloopt, dan hoef je niet vast te houden in je lichaam. Je lichaam is die kelk. Je lichaam is die beker. Dus wat dat van jou gevraagd wordt de komende 3 maanden is om echt nog verder te gaan ontdekken en echt het leven te zien als een avontuur en als een les, als een leerschool. Om te gaan ervaren wat dat betekent om echt die meester van je eigen vuur te zijn. En ik weet, ik ben ascendant schorpioen. Wij hebben soms een hele dark side. Een dark side waar je eigenlijk niet bang moet van zijn. Maar omdat dat vanuit de omgeving, en daarom kregen we die ook hier zo, vanuit de omgeving wordt eigenlijk de donkere kant veel te vaak gezien als not done, not okay, wordt niet aanvaard, wordt zelfs eigenlijk heel veroordeeld naar gekeken. Maar dat is de manier waarop dat jij thrive, dat is de manier waarop dat jij in het leven staat, dat is de manier waarop dat jij je tentakels uitstikt. En dus erken je heel stuk, een heel belangrijk deel van wie dat je bent, niet. Daardoor kun je ook niet tot die eenheid komen in jezelf. Daarom kun je niet jouw passie als die warme mantel gebruiken om je te verwarmen. En om de weg vooruit naar die liefde te vinden. Omdat je die liefde niet geeft aan jezelf. En zolang dat jij dat belangrijke onderdeel aan jezelf niet herkent, waar dat deel uitmaakt van wie dat je bent, waar dat deel uitmaakt van je leven in een duale wereld. Zolang dat je heel belangrijk stuk, die laag van die emoties van jezelf niet aanvaardt, maar die wegstopt. En altijd maar in jouw gedachten zit, dan ga je uiteindelijk uitgeput raken. Uitgeput en diep ontgoocheld in het leven. En dat is nu het keerpunt waar je nu op staat. De keuze die je hebt. Blijf jij die Queen of Swords, die met haar grote zwaard, iedereen die eraan komt, de kop af.
En als nodig is, zelfs dit zwaard gebruiken. Want kijk, je ziet hier dit zwaard, dat is een heel groot zwaard. Maar deze heeft zo van die verschillende tandjes nog. En geloof me, het is geen tak, het is ook een zwaard. Eigenlijk moet je jezelf de vraag stellen: wie wil jij zijn? Wie wil jij zijn en welk leven wil jij ervaren? Dat is het thema van de komende 3 maanden, wat je nog meer gaat gaan ontdekken. En zie het als een avontuur. Zie het om dingen uit te proberen. En blijf niet vastzitten in waar je nu zit, op je troon met je zwaard. En diegene die te dicht komt, eraan. Nee. Ga erbuiten. Kom van je ding. Zet je voet in. Dat zijn er te veel. Zet je voeten in dat water hier. Een schorpioen is een waterteken. Maar net daarom hoef je die donkere zeeën, de diepste van de zeeën, hoef je niet te vrezen. Integendeel. In die donkerte vind je altijd ook een licht. Vind je antwoorden. Alleen heb je nooit geleerd om het op een goede manier te gaan interpreteren. Ja, kijk, hier komt het ook weer uit. Sphinxkaart. Phoenix. Wat ligt eronder? Knight of Swords. Ja, wilt of wel je hoofd. Gevoel, dat maakt dat je het gevoel dat je vastzit. Dat houdt eenheid in jezelf tegen. En zorgt ervoor dat iemand anders zijn passie en zijn liefde niet met jou kan delen. Want je zegt, nee, dat gaat te diep. Nee. Kijk, schorpioenen, wanneer dat ze geconfronteerd worden met emoties en iemand spiegelt die diepste emoties terug, dan worden we heel onzeker. Want het lijkt alsof dat oncontroleerbaar is. Maar dat maakt niet uit. Laat je beker overspoelen. Als dat hetgeen is dat nodig is, dat maakt niet uit. Want dat gaat ervoor zorgen dat je niet meer uitgeput voelt. Dat gaat ervoor zorgen dat je weer die verbinding kan maken met je emoties, wat je nu niet kan doen. En dat gaat er uiteindelijk voor zorgen dat je die 10 of cups drinkt. Dat je die 10 bekers krijgt. Dat je die emotionele vervulling op elk vlak. Een liefdevolle, vervullende relatie met iemand anders. Maar dat begint met jezelf. Maar zolang dat je op je troon zit, met je zwaard in de aanslag. En een hele coole blik. Dan ga je dat niet krijgen. Maar diep van binnen in jou zit die empress en die hoge priesteres. Dus als jou als grootste thema van de komende 3 maanden is dat je eigenlijk nog meer in diepste emoties mag gaan zakken. Daar vertrouwd mag in zijn, dat niet bang voor moet zijn. Want dat is wat een hoge priesteres doet. Zij gebruikt de emoties dat ze voelt om te manifesteren en om iets nieuws in de wereld te brengen. In dit geval is dat ligt dan een baby. Maar dat maakt niet uit. Als empress breng je hetgeen wat we voelen in de etherische wereld, brengen we naar de aarde. Vanuit de leiding dat we kregen, vanuit de ideeën dat we kregen. Maar ze is dat comfortabel in het water, zie? Zij belichaamt, oh, zij belichaamt de divine feminine energie. En dat is hetgeen dat jullie de komende 3 maanden nog meer als thema mogen gaan ervaren. Nog meer gaan situaties op jullie pad krijgen die jullie daarin uitdagen. Aan jullie de keuze, aan jou de keuze, of dat je de kans en de les neemt, de les leert, of dat je blijft zitten op je troon en zegt: I don't think so. It's all up to you, my dear. Allemaal jouw keuze. Tweede thema. Ik weet niet of je dat kon zien, maar dat vloog in een andere kant op. En welke is het? Ja, de wereld. En de wereld ligt in de grond. Ik ga hem zo beetje oprapen. En de tweede kaart is de Hermit again. En diversity blending. Yes, of course. Ik ga eerst de wereldkaart pakken. Hier zijn we dan. De grootste reden waarom dat jouw dromen er nog niet zijn, is dat je eigenlijk
geherkalibreerd wordt, herafgestemd wordt op, op een hoger pad, dus op een hogere tijdslijn. Dat is ook de reden waarom je de laatste maanden eigenlijk in hermit, dus in kluizenaarsmodus, was, naar binnen gericht was. Maar natuurlijk, vanuit de schorpioen, de kant zijnde, is het gevaar dat je dan daar ja, veel te lang gaat gaan blijven inhangen en dat je daar veel te comfortabel in wordt. Maar dus, want daarnet ook al gezien met die Sphinxkaart, je zit in de overgang naar een volgende fase. Een hoger level met diepere emoties. En dus nu is de uitdaging om echt comfortabel te worden in diepere emoties. En niet van zodra je voelt dat ze heel overweldigend kunnen zijn, niet je afsluiten. Maar echt gewoon meegaan daarin en het op een nieuwe manier gaan doen. En dat gaat dan die hergeboorte brengen, die start brengen in, in die hogere tijdslijn. En dat is natuurlijk jouw keuze, hè? Je doet ermee wat je wilt. Ik geef gewoon maar advies aan wat ik doorkrijg. Maar dus hoe meer je dus naar binnen gaat, kijkt wat er gaat gebeuren, verbinding maakt met je vrouwelijke genie, met je intuïtie, met je ziel, hoe meer angsten je kan loslaten en hoe meer je leiding gaat krijgen om naar buiten te stappen, om de emoties op een goede manier te gaan leren gebruiken als een barometer zijn. En dan ga je zien dat meer en meer facetten in je leven eigenlijk gaan blenden, gaan samenvallen, gaan samenkomen. En ook hier is het belangrijk om niet vanuit je gedachten, dus als de Queen of Swords, hè, maar je zwart, daar in controle te proberen te houden. Maar echt telkens weer in die overgave te zakken. Telkens weer loslaten en vertrouwen. Helder worden van je gedachten, loslaten, vertrouwen. Helder worden van wat je denkt en voelt, loslaten, vertrouwen. Want dat zorgt ervoor dat je weer veel meer op die flow gaat kunnen komen. Maar dat je nu echt het gevoel hebt van om vast te zitten. Welke vlammen kunnen hierbij helpen? Kunnen schorpioen hierbij helpen? En nog één hoor ik. Welke vlammen kunnen schorpioen helpen? Dank u. Dan hebben we... Oh. Oh my god. Ik kreeg 3 keer een kaart en 3 keer aartsengel Uriel. Daarom dat ik zeg, oh my god. En wat kregen we aartsengel Uriel? Gaat jou de komende 3 maanden helpen? Alleen niet alleen de komende 3 maanden, maar ook verder. Om nog meer overvloed aan te trekken. Om nog meer vrijheid in je leven te creëren. En om doorheen dat proces vooral veel meer te vertrouwen. Dus wat krijgen we? Freedom. Overvloed. En vertrouwen. Zie? Dus we zijn, kijk goed naar deze kaarten. Kijk goed naar de kleur. Het maakt niet uit of hij nu zegt zilverviolet of zilvergeel. Of maakt niet uit. Vraag gewoon een aartsengel Uriel, want dat is het belangrijkste hier, voel ik. Om jullie behulpzaam te zijn. Een aartsengel Uriel is ook de aartsengel van de aarde, die ook verbonden is met de aarde en manifestatie. En healing van aardse zaken, hoor ik. Oké, dat wat betreft de droom en de schaduwen eromtrent. En wat ga je nog meer ontdekken? Dus discover. Wat gaat Scorpio nog meer ontdekken de komende 3 maanden? De kern van wie je authentiek bent, is hier wat ik hoor. Oké, nog kaarten voor wat de schorpioen nog meer gaat ontdekken. Ja. Wat gaat schorpioen nog meer ontdekken? Ik ga mij even naar buiten zetten. Het gaat belangrijk zijn de komende 3 maanden om jouw energie telkens goed te gronden. Dus naarmate dat je energie hoger wordt, is het belangrijk om jezelf nog meer te gronden. Het is daarom dat ik ook zelf mijn voeten nu op de grond moet zetten. En de reden daarvan is omdat eigenlijk heel veel dingen die je kent in jouw leven, dat jij als veilig ervaren hebt, dat die eigenlijk een stuk wankel gaan komen. Dus dat je daar... ik ga niet zeggen dat je gaat twijfelen, maar dan ga je merken van dat die niet eigenlijk die echte veiligheid brengt dat je nodig hebt.
En dat heeft te maken met het feit dat we dat net ook gezien hebben. Dat jij meer en meer ook in die empress mag gaan stappen. In die keizerin, in die meesteres over alle elementen. Dus water, lucht, vuur, aarde. Vanuit afstemming met je hoogste ziel. En dat brengt die eenheid in jezelf en uiteindelijk de eenheid ook met een andere ziel. Want kijk, daarvoor ligt ook de kaart. En die kaart voor mij is ook altijd de kaart van blending. Zo boven, zo beneden. En wat krijgen we nog verder? Wat ga je nog meer ontdekken? We gaan nog meer ontdekken dat de oude structuren jou eigenlijk altijd vertellen dat er maar twee keuzes zijn. Ja of nee. Boven of beneden. Links of rechts. Voor of achter. Maar wat ga je leren? Omdat dat jou altijd heel veel zorgen en problemen en een beperking van jezelf daardoor teweeggebracht heeft, ga je merken dat het tijd is dat je er eigenlijk volledig los van komt. Dat er meer mogelijkheden dan gewoon die twee zijn. Dat er oneindig veel mogelijkheden zijn. Dat door het feit dat je naar die hogere tijdslijn gaat, ga je zien dat hoe meer dat jij en dus je passie start. En dus vanuit je verbinding met je vrouwelijke energie. Dan uiteindelijk ook in de fysieke wereld zo gaat gaan stappen. Maar dat is er nog niet. Hoe meer dat je eigenlijk die emperor wordt. Die emperor is eigenlijk de... Wat is ze? De wederhelft van de... Oh, het is zo. Het is die kaart. De wederhelft van de empress. Dus dat is eigenlijk de mannelijke en de vrouwelijke geheelde energie. En dus hoe meer dat jij leert om vanuit je passie, vanuit het diepste van jezelf... Maar dat we ook helemaal in het begin zien. Die eenheid brengt in jezelf. Hoe meer je ook die eenheid gaat voelen met je hogere team, met eigenlijk een hogere versie van jezelf. En dan uiteindelijk ook met een partner. Alhoewel dat ik dat niet zie hier nu in de kaarten voor de komende 3 maanden. Waarom? Omdat eigenlijk de focus nu mag liggen op jezelf, op je eigen passie. Wat is dat je wil gaan neerzetten? Wat is dat je wil gaan ervaren? In welke wereld wil je gaan leven? En dat betekent dat je nog van heel veel stukken mag loskomen. Nog heel veel, van heel veel oude structuren, heel veel conditioneringen. Dat je denkt dat je eigenlijk al gelost hebt, maar die eigenlijk in wezen nog niet volledig getransformeerd zijn. Omdat er hier en daar zo nog restanten zitten dat je nog vasthoudt. Uit veiligheid. Uit angst voor die diepste schaduwen in jezelf als schorpioen zijn. Omdat je weet dat wanneer dat die mensen dichtkomen en die schaduwen in jou raken, dat je heel hard kan terug. Zelfs met dood tot gevolg kunnen gaan terug reageren. En dus hoe naarmate dat je veel meer die liefde aan jezelf geeft nu, vanuit de veiligheid van gewoon bij jezelf te zijn, hoe gemakkelijker dat gaat zijn om een meester te worden over die diepe passie dat je hebt, maar om het dan uiteindelijk op een goede, uitgebalanceerde en optimale manier te gaan uiten. Ik zeg bewust geen gezonde manier. Maar het is een optimale manier, omdat dat voor iedereen anders is, want uiteindelijk wat is gezond, hè? Oké, en wat kunnen we nog als extra advies meegeven aan de schorpioenen? Dan zien we tender embrace. Dus uiteindelijk ligt het wel in de kaarten dat je samen gaat komen met een diepe zielsliefde, maar toch niet nu. Er is nog werk te doen. Dat is de grootste reden. Focus mag en moet eigenlijk op jezelf liggen op dit moment. Om uiteindelijk dan te kunnen samenblenden met een andere ziel. En willing release. Wat is het dat je nog mag loslaten? Welke gedachten mag je loslaten? Welke emoties mag je loslaten? Welke conditioneringen? Welke gedragingen? Het is tijd dat je je eigen verhaal begint in te vullen en te schrijven. En van daaruit ga je je eigen verhaal kunnen vertellen. Van daaruit ga je die meester worden. Ga je weten van oké. Okay, dat is de wereld dat ik wil ervaren. Dus dat betekent dat ik die intentie zet. En dan, universum, show me the way. Breng maar alles wat dan mogelijk is, zodat ik inderdaad die wereld kan ervaren. Die ervaring meer kan gaan beleven en gaan ontdekken. Feeling the world. Als schorpioen zijnde, door het feit dat je heel veel diepe emoties ervaart, heb je soms ook de neiging om het last en de ballast van de wereld op jou te nemen. Maar dat is niet jouw taak. Dat is niet jouw verantwoordelijkheid. Het is jouw taak om naar binnen te gaan. Om de lasten van de wereld los te laten en wetende dat er een andere grotere kracht is dan jou die zich daarmee bezighoudt. En dan dat gaat ervoor zorgen dat je je veilig gaat voelen om je volledig opengebroken te worden.
om volledig in jouw diepste kern te gaan stappen. Dus stop met eigenlijk jouw hart af te schermen door al de dingen die gebeuren om jou heen. En gebruik de veiligheid in jezelf en het vertrouwen dat het oké is om gewoon je authentieke, puurste zelf te tonen, ook naar buiten toe. Want tot nu toe heb je eigenlijk dat altijd als copingmechanisme gehad. Jezelf afschermen, een klein beetje geven, een klein beetje liefde toelaten, maar toch nog altijd eigenlijk de diepste emoties die je ervaart niet delen met de wereld. En nog zeker niet je ware essentie. Dus dat is wat je gevraagd wordt de komende maanden, om echt die meester van jouw eigen vuur te worden, de meester van je eigen essentie te worden. En om dat dan uiteindelijk, naarmate dat je meer en meer in Sama, Aarsteng, Uriel, al die dingen geheeld hebt, al de schaduwen aangekeken hebt die naar boven komen, hoe meer je die gaat gaan helen, en daarvoor is een heel efficiënte tool het werken met je universele vlam, dan ga je veel meer in die kracht kunnen gaan stappen. En veel meer echt als een schorpioen naar buiten ook kunnen treden. Maar op een gezonde manier. Dus vanuit een optimale manier. Want het is een kracht om emoties, ook negatieve emoties, lachtrende emoties, op een heel diepe manier te voelen. Om niet bang te zijn van het donkere. Want het donkere is gewoon puur enkel alleen maar de dualiteit van het licht. Dus hoe meer, en dat is hetgeen dat we nu de komende maanden ook gaan zien in de wereld. Hoe meer licht dat er gaat gaan stralen, hoe meer de donkere ook zichtbaar wordt. Maar die moet zichtbaar worden, zodanig dat we die liefde kunnen geven, dat we dat licht dan kunnen geven en dat dat kan gevoed worden. Want dat zorgt ervoor dat we die dualiteit eindelijk gaan oplossen en zodanig dat we allemaal vanuit die eenheid kunnen gaan leven. Dus dat is het werk dat jij te doen hebt de komende 3 maanden. Wil je daarin ondersteuning? Wil je dat samen met nog anderen doen die daar ook in bezig zijn? Dan zou ik zeggen, kom en maak deel uit van het traject, de zelfrealisatie vanuit de hartgedragen bewustzijn. Dus dat is het traject met de vlammen, waarin je leert om de universele vlammen aan te wenden, om heel dingen, schaduwen, conditionering en wat dan maar ook, eigenlijk te gaan transformeren op een heel efficiënte manier, optimale manier. Nu, als je daar meer informatie over wilt weten of lezen, dan kan je het linkje onderaan de video vinden. Ik kan dat traject ook volgen samen met individuele ondersteuning voor degenen die dat nodig hebben of die dat graag hebben. Wens je een reading, dan kan je dat ook via de website reserveren. Of als je één op één met mij of mijn collega's wil samenwerken, dan kan je ook via de website doen. Hele boterham vol. Zo, dat was het voor nu. Ik ga deze video afsluiten. Ik hoop dat jullie er iets aan gehad hebben. Ik ga er vanuit. En dan zien we elkaar terug in een volgende video. Daag!